Dat ze een vriendje hadden destijds en dat ze dan best wel vaak dingen moesten doen waar ze eigenlijk achteraf niet echt achter stonden. Op dat moment had ik eigenlijk op een gegeven moment zoiets van oké, laat maar gaan. Heb je het aangegeven bij de toen wel, ja. Persoon? Ja. Tijdens de seks? Ja. Uit onderzoek van INO Research en Amnesty International blijkt dat 1 op de 10 vrouwelijke studenten wel eens te maken heeft met verkrachting. Mevrouw Sheriff, dit zijn vrij schokkende cijfers. Het zijn schokkende cijfers. 1 op de 10 vrouwelijke studenten maakt seksuele penetratie zonder instemming mee tijdens de studietijd. Een verkrachting dus. We hebben onder meer dan 1000 studenten gevraagd of zij ooit dit hebben meegemaakt, hoe zij erover denken en wat ze ermee hebben gedaan vervolgens. En daaruit blijkt dus dat maar een klein deel weet wat de meldingsprocedure is bij de onderwijsinstelling. Heb jij het onderzoek gelezen? Nee, als ik heel eerlijk ben, niet. Oké, heb je er wel van gehoord? Ja, ik heb er wel wat van gehoord, zeker, zeker. Wat vind je ervan? Wat vind ik ervan? Ja, heftig om te horen, 1 op de 10 is best veel. Studeer jij? Ja. Oké, en heb je dan wel eens te maken gehad met onvrijwillige seks? Nee, ik zelf eigenlijk niet, maar ik heb het wel om me heen gehoord. En wat hoor je dan? Ja, toch wel in het studentenleven misschien iets te veel drankjes vaak. Dat ze een vriendje hadden destijds en dat ze dan best wel vaak dingen moesten doen waar ze eigenlijk achteraf niet echt achter stonden. Ik heb al 1 keer gehad dat ik achteraf dacht van, had ik misschien niet hoeven doen of willen doen. Oké, en waarom had je daar dan spijt van? Gewoon omdat ik de volgende dag gewoon zoiets had van, ik weet niet, het was niet per se dat, Heb je het aangegeven bij de toen wel, ja. Persoon? Ja. Tijdens de seks? Ja, nou ja, weet je, het ding was, ik had al een keer seks met hem gehad. Ja. Dus op een of andere manier begreep ik wel waarom hij het dan nog een keer wilde doen. Maar toen had ik zoiets van, nou, liever niet. En toen was het een beetje, ja. Maar je hebt wel bij hem aangegeven van, joh, gast, ik wil het niet. Ja. En vervolgens is hij doorgegaan. Maar niet stellig. Ja, denk ik dan misschien niet stellig genoeg of zo. Oké, maar dat is best wel shocking eigenlijk, toch? Ja, ja. Want wat heb je tegen hem gezegd dan? Nee. Oké. Meer eigenlijk niet. En toen ging hij door? Ja, ja. Op dat moment had ik eigenlijk op een gegeven moment zoiets van oké, laat maar gaan. En de volgende ochtend had ik zoiets van oeh, dat is eigenlijk niet oké. Jullie als studenten, hebben jullie nou enig idee waar je dit moet melden als zo'n geval zich voordoet? Nee, eerlijk gezegd niet. Nee. Die 1 op de 10, dat zijn vrouwelijke studenten als ik dat goed begrijp. Heeft men dan ook echt te maken gehad met wat je noemt verkrachting? Seksuele penetratie zonder instemming is altijd verkrachting. Want volgens de letter van de wet niet, geloof ik. Volgens mensenrechtenverdragen wel. Nederland heeft het verdrag van Istanbul ondertekend, waarin dit dus expliciet staat. Daarom moet de wet ook veranderd worden. En er ligt nu een veelbelovend wetsvoorstel bij de Tweede Kamer om dit aan te passen. Dat is ook een beetje het doel, geloof ik, hè? Van deze campagne en van de conclusies van dit onderzoek. Een wetswijziging voor elkaar krijgen. Ja, onze campagne Let's Talk About Yes wil de ja centraal stellen. In dat wetsvoorstel worden alle vormen van onvrijwillige seks strafbaar als verkrachting. Dat zien we als veelbelovend. Er komen verschillende varianten met verschillende strafmaten. Daar hebben we nog wel vragen bij. Maar de insteek is in ieder geval dat elke vorm van onvrijwillige seks is geen seks, maar is verkrachting. Maar betekent dat in de praktijk dat als jij als man zijnde, als vrouw zijnde, maakt even niet uit, met een partner in bed belandt, dat je dan altijd toestemming moet vragen? Het gaat niet om letterlijk toestemming of op een contract tekenen of zo. We willen er geen karikatuur van maken, maar het is wel heel belangrijk dat als je samen plezier hebt, laten we dat vooropstellen, dat het plezier is. Dus dat je altijd checkt bij de ander, wil jij dit? En ook als die het eerst wel wil, maar op een gegeven moment bijvoorbeeld verstijft, ga checken. Hey, vind je dit nog prettig? Maar checken bij iemand of die het wil, dat is dus gewoon toestemming vragen. Dat kan maar op 1 manier door gewoon te vragen, vind je het lekker en vind je het leuk? Ja. Dus wel toestemming vragen? Ja, ja. Altijd blijven checken. Dus je kan vragen, hey, vind je dit lekker, vind je dit fijn? Als je merkt van, hey, wat gebeurt hier? Het seks is een spel van geven en nemen. Ja. Ja, u snapt wat ik bedoel. Hè. Het is zo moeilijk inderdaad om tijdens een vrijpartij erachter te komen. Het lijkt mij moeilijk te bewijzen, laat ik het zo zeggen. Dat is het ene verhaal, maar het is niet moeilijk om het te checken bij de ander. Nee. Vind je het shocking, deze cijfers, 1 op de 10? Ja, heel erg, ja. Ik vind het wel goed, eigenlijk. Zeker omdat het nu, zeg maar, dat wat meer besproken wordt, dat het ook niet echt meer een
dat het gewoon een belangrijk onderwerp wordt, zeg maar, om besproken te worden. En dat vrouwen er ook makkelijk over kunnen praten later. Want het is natuurlijk hartstikke belangrijk. Maar wat vind je van de cijfers? Dus 1 op de 10? Ja, ik vind het hartstikke heftig. Ja, superveel. Echt, had ik echt niet verwacht dat het zoveel was eigenlijk. Jongens, eind van de video. Vond je het nou interessant? Doe dan dat duimpje omhoog. Abonneer op het kanaal van De Telegraaf. En laat in de reacties even weten wat jullie vinden van dit onderzoek. En de eventuele wetswijziging. Dit was hem. Hoi!